En het leuke wat ik toen al vond en nog steeds vind, is dat iedere Sophie een ander antwoord had op de vraag: wat is wijsheid? Daarom is het ook een leuk boek geworden. Want het is ongelooflijk dat 100 Sophie's, of zelfs 105, ik heb nog 5 bonussen achter mijn boek gedaan. Ik heb een paar leuke die ik er graag bij wilde hebben. Maar los van of ze nou hadden gekeken op de website of niet, ze hebben allemaal een heel uniek antwoord gegeven. En hartstikke bedankt daarvoor. Het is mooi vormgegeven, daar ga ik niet veel over zeggen. Want Sophie van Kempen, die het heeft vormgegeven, die gaat zelf er zo wat over vertellen. Zij was Sophie nummer 55 en ik heb haar toen al gevraagd of zij, als er een boek kwam, zou willen vormgeven. Zij is grafisch ontwerper. En dat heeft ze fantastisch gedaan. Het was heel fijn samenwerken, omdat we allebei bloedfanatiek waren en allebei elkaar scherp hielden en daarom een heel mooi boek van kunnen maken. Het boek is tweetalig geworden, omdat er zit ook een Amerikaanse en een Engelse Sophie in. Dus ik heb het laten vertalen door Klaasine van Velsen. Die is hier niet, want die woont in Amerika, maar heel fijn dat ze het even doen. Dus het staat aan de linkerkant heb je de Nederlandse en de Engelse tekst en rechts de Polaroid-foto van de Sophie. Op bladzijde 5 heb ik het opgedragen aan mijn vader. Er staat voor PAASC. Het is geen code, maar de initialen van zijn naam. Hij was piloot en hij was heel trots op de initialen, want er was ook een vliegtuig wat zo heet. Dat is naar hem vernoemd. Het is een Piper Cub en alle vliegtuigen in Nederland beginnen met PH, de P van PBAR en de H van Holland. En de PAASC is dus naar hem vernoemd, dus hij gebruikte dat ook graag, de initialen, dus op die manier hebben we dat aan hem willen opdragen. En hij heeft me altijd geïnspireerd om na te denken en eigenlijk de liefde voor de filosofie daarmee bijgebracht. Dus zodoende. En trouwens, nou we toch over vliegtuigen hebben, ik ging op zoek naar een goede bubbel-envelop die om de boeken heen past. Ik kreeg van de drukker een envelop, die had de naam G17. En die vond ik nogal groot, dus ik ging op zoek wat er nog meer voor opties waren. En wat wil, hij past perfect in een F-16. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamse terras.